Tijdens de praatronde is het niet alleen belangrijk dat ze leren een verhaal brengen, maar dat ze ook leren rekening te houden met elkaar, leren luisteren naar elkaar, leren interesse hebben voor elkaars verhaal, elkaar ook leren helpen. Oké, hoe komt Poco? Mag ik vertellen? Ja? Ik ben al naar het zuiden van Frankrijk geweest, waar palmbomen waren. Oh, wauw. Aan de hand van de praatronde brengen we eigenlijk de ervaringen van de kinderen naar de klas. En van daaruit kunnen we onze week starten, ervaringen opdoen, ervaringen delen met elkaar. Ah, jij wil de rondeleider zijn. Ga jij zeggen wie er mag vertellen? Ja, gaat dat lukken? En jij gaat de verslaggever zijn. Kom, jij mag je naam hier al opschrijven bij verslaggever. Bij de praatronde hebben we eerst en vooral een verslaggever. Dat is het kind die eigenlijk tekent wat de kinderen vertellen. Vraag maar. Ik ga die vertellen. Morgen. De rondeleider, dat is eigenlijk het kind die het woord geeft. Die er ook attent moet leren op zijn van oké, dat niet altijd hetzelfde kind het woord krijgt. Dat iedereen een kans krijgt om te vertellen. Rocco? Ik denk dat ze een beetje te veel lawaai maken. Jij mag zitten. Dan hebben we ook de stiltemaker. Dat is eigenlijk het kind die ervoor zal zorgen dat er een gezellige, rustige sfeer is om te vertellen. Dat kinderen leren naar elkaar te luisteren. Niemand heeft een vraag. Heb je gehoord wat Julian heeft verteld, Frida? Heb je het gehoord? De stiltemaker leert ook te voelen van hoe belangrijk is het dat we rust creëren om naar elkaar te kunnen luisteren, om elkaar te kunnen verstaan. Want als je vragen wilt stellen aan elkaar, moet je in eerste instantie wel gehoord hebben wat het andere kind heeft verteld. Wat kan Paolo nu tekenen? Palmbomen. Ja, in het zuiden van Frankrijk zijn palmbomen. Als een kind voor het eerst een verslag maakt, dan ga ik die meestal ook helpen van wat heeft een kind verteld, wat is de essentie, wat kan je tekenen? Ze kijken ook soms een beetje van ja, dat kan ik tekenen, dat kan ik nog niet, dus ik zal dit tekenen. Wat dat eigenlijk ook goed is, hè? Ze zoeken naar oplossingen. En als het echt niet lukt, ja, dan vragen ze soms hulp. Dat is het leuke, vind ik, aan die verschillende rollen. Dat kinderen daardoor sowieso al meer betrokken zijn bij het gebeuren. Je hebt verteld van de olifant, maar hij staat er nog niet op, de olifant. Je mag hem erbij tekenen. Ik weet compleet niet op voorhand wat er uit de praatronde gaat komen. En het is wel heel fijn als er zo echte dingen uitkomen dat je voelt van ja, plots is er een gesprek. Het was nu over de olifant. Waarom kunnen olifanten niet vliegen, Rosetta? Ze zijn te zwaar, ik denk het wel. Dan kunnen we daar een stapje in verder gaan van ja, een onderzoekje daarover. Wat weten we al over de olifant? Wat weten we nog niet? Eigenlijk met alles wat een kind vertelt, kan je wel iets bedenken om verder mee aan de slag te gaan. Na de praatronde, als we afgesproken hebben wat we ermee gaan doen, dan gaan we het ook ophangen in de klas. Praatronde met de rondeleider, de verslaggever. Dankzij het open onthaal in feite komen ouders ook binnen in de klas. Kunnen ze inderdaad ook wel de mindmap komen lezen, zien ze wat hun kind vertelt. Op die manier denk ik dat ik de ouders ook wel de kans bied om een heel klein beetje een vlieg te zijn in de klas.